Ik ben Eke van Koken met Kennis en in deze serie ga ik jullie uitleggen welke pan het best geschikt is voor welk gerecht. De perfecte gebakken aardappels bak ik in deze BK Balance Plus pan. Deze pan heeft een extra harde keramische coating met anti-aanbakeigenschappen en kan veel heter worden dan een pan met een klassieke anti-aanbaklaag. Bovendien is deze pan krasvrij en geschikt voor inductie. Laat de pan eerst even rustig opwarmen. En aardappels bak ik het liefst in olie. Arachide olie, geeft ook een mooie smaak. En gebruik iets meer olie dan dat je gewend bent bij een keramische pan. En ook omdat ik hier aardappels in bak. Ik heb deze aardappels 15 minuten voorgekookt en gebruik nieuwe aardappels of iets kruimige aardappels. En die bak je echt op een hoge temperatuur om een goede bruining te krijgen. Door de aardappels tijdens het bakken in beweging te houden krijg je een mooie gelijkmatige bruining. En deze pan kan wel tot 400 graden heet worden, dus is echt perfect om op hoge temperatuur in te bakken. Doe ik er nu voor de smaak een beetje boter bij, een klein beetje rozemarijn en zout. Alles even doorhusselen. Dan hebben wij heerlijke gebakken aardappels. Wauw, perfect bruin gebakken. En knapperig ook nog, dat hoor ik. En heerlijk. De pan was je met de hand af, want dan gaat de keramische coating langer mee. Zo, nu weet je welke pan je nodig hebt voor dit gerecht. Maar natuurlijk kun je de pan gebruiken voor nog veel meer gerechten.